Ik ben Sophie van Damme, ik ben 30 jaar. Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit Ieper. En ik zal werkzaam zijn in de campus te Menen als gynaecoloog vanaf 1 september. Ik heb voor geneeskunde gekozen, enerzijds vanuit mijn grote interesse voor de wetenschap en anderzijds vanuit mijn grote bewondering voor het menselijk lichaam in al haar facetten. Gynaecologie was eigenlijk altijd al de discipline binnen de geneeskunde die mij het meeste aansprak. Het is een heel brede discipline enerzijds, met een grote variatie aan patiënten. Je ziet patiënten van alle leeftijden met een brede waaier aan pathologie. Dat is heel interessant. En anderzijds natuurlijk mijn grote fascinatie voor de verloskunde. Dat is iets heel speciaals uiteraard. Je volgt als gynaecoloog eigenlijk een patiënt een jaar lang heel intensief nauwgezet op. Je bouwt een relatie op met die patiënt en nadien gaat die relatie een beetje verder. Levenslang bijna, zou ik zeggen. En dat vind ik heel fijn. Mijn doel is om als gynaecoloog te starten in Menen en de dienst mee verder uit te bouwen als een dienst waar de patiënt centraal staat en we vooral kwalitatief een goede zorg willen bieden voor de patiënt. En dit is samenwerking met de collega's van andere disciplines en dat over alle campussen heen.